Hallo mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal, Ivo Lego Plays. Ja, we gaan natuurlijk weer verder met de Uncharted 4 spel. Ja mensen, we gaan verder met Uncharted 4. En doe vast van een keihard blauwduimpje omhoog. En laat het weten in de reacties wat je van de video vindt. En abonneer natuurlijk even mijn kanaal, Ivo Lego Plays. Het zal super tof zijn. Wow. En we zijn volgens mij... Nou... En volgens mij moeten we iets gaan zoeken. Volgens mij. Ik weet niet wat, maar... Dat zien we vanzelf wel. Holy shit, een tank hier gewoon. Gevonden. Mooi zo. Nog intact? Ja, maar wel flink beschadigd. Daar gaan we dan. Zo. Morgen jongens. Oké, ik ben binnen. Zo te zien ligt het meeste nog wel vast. Even kijken, dat is 1, 2, 3. Oké, volgens mij zijn we 2 kisten kwijt. Ik ga ze meteen even zoeken. Wacht even. Kom dan maar eerst een nieuwe tank halen. Ah, die kisten liggen vast in de buurt. Het lukt wel. Hij is echt een grapjas. Ik heb er één. Oh, trekker, nee! Verdomme, die kist zit vast onder de trailer. Weet je wat? Haal eerst die andere kist, dan takelen we de trailer omhoog. Nou, nu snap ik waarom ze jou zo goed betalen. Ja. Oh, hij zit gewoon hier gewoon, denk ik. Aha, daar is de andere. Dat is één, nu de ander. Leg hem in de trailer. We zijn bijna op jouw positie. Oké, zie je zo. Plaats even deze kist erin, jongens. Zoals jullie dat kunnen zien. Want we zitten eigenlijk onder water. Oké. Ja, komt ie. Daar komt ie hoor, met zijn ding. Of hoe het ook heet. Oké, in positie. Koppel de trailer vast, dan takelen we hem wat omhoog. Oké, ik heb de kabel. Ik probeer hem om een van de assen te krijgen. Dat moet werken. Ja. Yeah. Zo. Oké, dat is één. Oké, let je wel op je zuurstof? Ja, daar let ik wel op hoor. Ik had het even tegen die gasten dat die vroegen of ik op mijn zuurstof ging letten. Dat ging ik inderdaad doen. En dat is twee. Oké, trailer zit vast. Begin maar. Goed. Weg daar. We gaan takelen. Ga je gang maar. Daar gaan we dan. Zo hé! Hey. Die takelt goed. Oké, is dat genoeg? Ja, zeker. Maar laat het niet op me vallen. Laten we die andere kist gaan halen. Oké, ik heb de andere kist. Ik zit er bij de rest. Huppatee. Huppatee. Jezus. Ik heb geteld en alle kisten zijn er. En ik heb nog 5 minuten lucht over. Jezus. Hé, hey, dan kun je daar nog wel even blijven. Misschien liggen daar nog wel meer schatten of zo. Nee, het is goed zo. Wil je een lift? Graag, ja. Laat me weten als je op het link staat. Oké. Dus ik moet hierop staan. Oké, ik ben er. Haal me dan maar weg hier. Sally?
ik doen. Daar gaan we. Zo. Het is best eigenlijk wel cool als je onder water zit. De buitenwereld. Wat een schoonheid. Hoe voel je nu? Een stuk beter nu dan de rivier. Ik ga echt een week. Zo, dat is een grote boot zeg. Jezus. Kom maar aan. Wacht even. Ik wacht. Wow. Die is ook best wel groot. Ga nu naar beneden, jongens. Goed je weer te zien, Drake. Ja, blij om weer terug te zijn. Gooi je spullen maar naar beneden. Alsjeblieft. Bedankt. Zo. Oef. Hij kan goed springen. Zoveel te tillen, toch? De regering loopt zo'n 10 jaar achter op de rest van de wereld. Laten we dit laten. Mijn hel. Oké, laten we eens kijken wat je gevonden hebt. Ja, laten we eens kijken, ja. De volgende keer lekker iemand anders voorop gaan. Je bedient de pauze. Oh nee, bedankt. Maar ik liever duiken dan dat ik op kantoor zit. Nou... Ja, de volgende duik gaat hoe dan ook nog even duren. Hoe bedoel je, en die klus van donderdag dan? Ach, kom op, nee. Dan waren het een uur. Dat meen je niet. De concurrentie is moordend. Eens eventjes kijken. Wil jij het doen? Ja, ik wil het wel graag doen hoor. Dank je. Nou, het zou je verbazen hoeveel dat waard is. De klant betaalt een hoop geld voor dat spel. Weet je zeker dat je niet gewoon wil omsmelten? Kom op, we gaan het vieren. Eerste rondje is van mij. Bier drinken met jullie? Nee. Dat gaat mijn eigen risico. Als je het niet erg vindt, dan regel ik nog even het papierwerk en dan ga ik plat. Ander keertje misschien? Oké, wat jij wil. Hey, goed gewerkt vandaag. Dank je. Hey, Nate, wacht eens. Hey, wat doe jij hier nou? Ik heb een cadeautje voor je. Cadeautje? Wat is dit? Ik hoorde van mijn contactpersoon over dat wrak voor de kust van Maleisië. Oh, nee. Het schip is intact. Huh? De lading ligt voor het grijpen. Je bent wel een volhouwer, moet ik toegeven. En we hebben het geld voor de apparatuur ook binnen, dus we kunnen gaan. Hoewel mijn beste kracht... De gast die ik dit toevertrouw, de enige, hij heeft koudwatervrees. Warm of koud, ik was niet van plan mee te doen. Die contactpersoon van je, heeft hij een vergunning? Nee, hij heeft geen vergunning, oké? Niemand krijgt een fucking vergunning. Tuurlijk niet. Nee, dat is alleen maar gunstig voor ons. Geen vergunningen, dus geen concurrentie. Het schip is van ons. Zonder vergunning kunnen we niet gaan. Nee, hierna kunnen we met pensioen, man. We lopen compleet binnen. Oké, ik weet niet wat jij wil, maar ik ga dus geen bergingswerk doen tot mijn 60ste. Jij wel? Beter dan de bak. Nee. Luister, ik doe het niet. En jij moet het ook niet doen. Houd nou maar gewoon bij, hè. Doe nou maar, oké? Maar ik verander echt niet van gedachten. Je kunt er een dagje over slapen, toch? Doe je Carla en de kids de groeten van. Oké. Jouw keuze, Nate. Denk er maar eens over. Werk goed gedaan. Het zoekgebied is al kleiner. Het zou wel een geweldige vondst zijn. Zo. Godverdomme.
een normaal leven. Wat is dit dan? Een van de meer bizarre dingen die ik heb verzameld. Zo, hij heeft wel veel dingen. Wat is dit dan? James Bond! Ik ben er weer. Ja, kom maar op. Ja, kom eraan. Oké. Ja, het speelkwartier is voorbij. Was je lang boven? Ja, ik moest even wat opzoeken. Oh, noemen we dat zo tegenwoordig? Nee, echt. Hé, hey, zou jij het eten willen pakken? Dan maak ik dit even af. Oh, ja, tuurlijk. Dank je. Okay. Zo, lekker. Klaar, oké. Okay. Oh. Heb je dat? Ja. Ah. Lekker eten, man. Het is vast te lang en vol typfouten, maar daar heb je redacteurs voor, toch? Ach, ik heb honger. Ziet er goed uit. Mm-hmm. Doe. Nog. Wat? Geen idee wat je zei. Oh, sorry. Het spijt me. Hoe was je dag? Oh, die was helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Typische dag in het paradijs. Ik heb wat vuilnis uit een rivier getrokken. Ja. Kon je in ieder geval wel lekker zwemmen. En heb je nog wat boeiends gevonden? Oh, wat leuk spul. Het was een auto uit de vroege 21ste eeuw. Heel tof. Blijkbaar noemen de locals het een vrachtwagen. Oh mijn god. Dat soort spul. Dus best wel saai. Vertel eens over het artikel. Nou, het begon als een braaf stukje over toerisme in Bangkok, maar ik denk niet dat ze echt blij zijn met mijn invalshoek, want iedereen begon meteen over hoe heftig die smog was. Het voelde als een klap op je longen, zeg maar, zo draai uit het vliegtuig. Dus ik gooide alles om. Ah. Wat? Waar zit je? Ik zit hier en word gestoken met een vork. Oh, ja. Wat? Vertel verder. Het was interessant. Oh. Ja. Interessant. Waar gaat mijn artikel over? Wat? Deze? Mhm. Vluchten in Bangkok. Die nu niet doorgaan vanwege de smog en ze kunnen niet landen? Wauw. Oké, het spijt me. Dat was moedig. Maar dat ik zat wel in de buurt, toch? In een hele foute buurt, maar ja, je zat in de buurt. Oh.
Jameson is weer over Maleisië begonnen, hè? Jameson heeft het altijd over Maleisië, lief. Luister, Nate. Ik denk echt dat je die klus moet doen. Weet je, ik wil het niet. Vergeet het. Ik bedoel, hij heeft geen vergunning. En we zouden dit soort klussen toch niet meer aannemen? Okay, het is het niet waard. Het klinkt toch niet zo gevaarlijk? Of wel, is het alleen de vergunning? Echt niet. Regel dan wat met Sullivan. Hoe lang heb je hem al niet gezien? 2 jaar? Kunnen we er nu over ophouden? Okay, ik wil alleen niet dat je het niet aanneemt voor mij. Ik neem het niet aan voor mezelf, okay? Je bedoelt het echt goed, maar ik... Nou, dan begin ik maar alvast aan de afwas. Wacht, dat doe ik wel. Nee, je hebt het wacht gisteren al nee, gedaan. Jij kookt, ik ruim af. Geen probleem. Ik bedoel, ik kan in elk geval iets doen om je te bedanken of zo. Laten we erom spelen. Je wilt erom spelen? Ja. Met dat tv-spelletje van je. Ik maak je vast helemaal in. Je denkt dat je mij inmaakt met dat tv-spelletje van mij? Ja, en zo te horen ben je bang. Je weet niet eens hoe het heet. Ik hoef niet te weten hoe het heet. Ik heb je zien spelen. Okay. Je springen en rennen. En daar ben ik toevallig nogal goed in. Dus wat zeg je ervan, scheitert? Ben je bang? Oh, wauw. Okay, cowboy. Okay, kijk en leer. Ja, ik let wel goed op, hoor. Is dit het? Nee, hij moet nog laden. Laden? Ja. Maar waarom duurt dit zo lang? Jij hebt echt geen geduld. Als je iets aanzet, dan verwacht je toch ook... Okay, daar gaan we. Oh my gosh. Crash Bandicoot? Is er een probleem? Nee, alleen... ik moet even... Hoe start je ook alweer? Je moet op start drukken. Wist ik. Oké. Ik snap het. Oké, je moet dus naar de camera rennen. Naar de camera rennen, daardoor. Oké, ren weg bij die zwerfkei. Waarom zit die zwerfkei achter me aan? Ren dan... Wow. Ik zag die helemaal niet aankomen, mensen. Hoe klim ik er weer uit? Je bent dood. Nou, dat is niet erg realistisch. Ik zou er gewoon weer uit doen. Hoe liggen klimmen? Dat heeft mij ook vergebracht. En de cirkel... Spring! Oh my god. Ik sprong niet ver genoeg. Met welke toets kun je verder springen? Laat ze lezen. Maak er wat van. Ah, oh, dat is zo makkelijk. En de cirkeltoets is je draaiaan. Draaiaanval! Goed. Gebruik de draaiaanval. Ja, welke toets? Cirkel, draaiaanval. Wow! Kijk uit, Doe ik door, ik keek uit. Wat is dat ding, een vos? What the fuck? Hoe kan... Een vos met een spijkerbal. Jezus, man! What the fuck? Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Nu al dood? Je deed het zelf. Dat meen je toch niet? Maar ik was er verdomme bijna. Dan probeer het toch nog eens. Kom, weddenschapje. Mijn auto kan wel eens een wasbeurt gebruiken. Oké, ga maar nou echt zitten uitlachen. Ja, je kunt hem ook op makkelijk zetten. Kun je instellen? Is veel makkelijker op makkelijk. Doe maar. Wat ga je doen? Ik waarschuw je. Wat ga je eraan doen? Ik waarschuw je. Nou, vertel. Wat ga je doen? Het. Wat dan? Ik wat ga je het. Doen? Nou. Wat dacht je hiervan? Hé, hey, ben je gelukkig? Ja, absoluut. Jij? Serieus? Kom hier. Zit hij ook echt met dat papier zo daar zo? We zijn gesloten. Gesloten! Kom op, man. Oké, ik kom al. Eikel. Ja, kan ik je helpen? Ja, ik zoek mijn kleine broertje.
Zo groot als jij. Beetje dunner. Oh, wel een minder grijze kop. Wat? Sam? Goed je weer te zien, Nathan. Hij was toch doodgeschoten? Oh, God. Wow, oké. Rustig aan, rustig aan. Hoe kan hij dan weer levend zijn geworden? Hoe? Ik dacht dat... Je werd neergeschoten. Ja, dat klopt. Kijk, daar. Jezus. Oeh. Nou, de dokters, die... Dokters. Ze lapten me op en... gooiden me meteen weer in de cel. Ja, maar ik... Ik heb mensen gebeld. Ik heb overal naar je gezocht. Alles wat ik hoorde, alles wat ik vond. Alles wees erop dat je dood was. Nathan, we hebben een bewaker gedood. Oké, ze wilde me de rest van mijn leven in die cel laten rotten. En dat was ook bijna gebeurd. Jezus, Sam, ik... Man, als ik het geweten had, ik zweer je, dan zou ik achter je aanzetten. Je zou zijn teruggekomen. Ik weet het, Nathan, ik weet het. Belangrijker is, ik ben er nu uit. Hey. Blijf je erbij? Ja. Even frisse lucht. Je gaat toch niet opeens flauw vallen of zo, hè? Het zou kunnen. Je overvalt me gewoon, weet je. Hoe ben je ontsnapt? Wanneer was dat? En hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Oké. Rustig aan, oké? Ga even zitten. Hoe gaat het met jou? Met mij? Ja. Wat wil je horen? Ik heb wat oude contacten gebeld. Die kwamen met vreemde verhalen. Jezus, wat voor verhalen dan? Neergeschoten. Je hing uit een ontspoorde trein in de Himalaya. Ja, dat... Dat is echt gebeurd. Kom op, man. Wat heb ik gemist? Jezus, waar moet ik beginnen? Nou, begin maar met het beste. Oké. Weet je nog die theorie van ons, dat de dood van Sir Francis Drake niet echt was? Ja. Oké. Nou, dat klopt. Ik heb de kist gezien. Voor de kust van Panama? Ja. Ja. Oké, nu goed opletten. Ik maak hem dus open. Ja? En er is geen lijk. Maar onderop ligt zijn oude dagboek. Doe even normaal, echt. Ja, wat kan Zit ik ze nog hier? Steeds? Een verloren stad vernield. En we hebben het overleefd. Amper. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat was het. Woutje erbij was. Nee, het is letterlijk ongelooflijk. Je vertelt me dat je struikelt over alweer zo'n archeologische goudmijn. En opnieuw lukt het je om terug te komen met niets. Ja, nou, niks meer aan te doen, helaas. Maar weet je, ik heb wel wat dingetjes overgehouden. Ik heb mijn auto afbetaald, het huis, de verlovingsring. Verlovingsring, ik ben getrouwd. Wat stom van me, Elena van de Verhalen, dat is mijn vrouw. Je moet haar ontmoeten. Vanavond eten, bij mij thuis. Je komt eten en dan kan ik alles vertellen. Shit, ik moet haar alles vertellen. Nathan, ik zit zwaar in de problemen. Wat? Hoe bedoel je? Wat voor problemen? Zegt de naam Hector Alcazar iets? Ja, dat is die drugsbaron. Mm-hmm. Slager van Panama, toch? Hoezo? Dat is een raar verhaal, maar... Het afgelopen jaar deelde ik een cel met hem. En ik zal je vertellen hoe ik ben ontsnapt. Wat, lees je niet vanavond? Samuel, kom hier. Luister. De bewakers. Ze zijn hier. Ja, nou, waarschijnlijk dronken. Misschien. Ze zijn tevreden. Hoe kunnen ze tevreden zijn met hun leventjes? Hun miserige baantjes. Misschien hebben ze een fijn gezin thuis. Wat hebben wij? Niet flauw bedoeld.
Wij hebben ambitie. Oh. En als we hier weg zijn, zullen we meer bereiken dan deze idioten zich kunnen voorstellen. Ja, nou, blijf vooral lekker optimistisch. Wat ga jij doen als we hier weg zijn, Samuel? Ja, als ik hier wegkom. Jij hebt vast wel een vermoeden. Jawel. Maar ik wil dat je het nog eens zegt. Ik zal de grootste piratenschat aller tijden vinden. Maar dat heb je ondertussen al vaak genoeg gehoord, lijkt me. Oh, nee. De legende van Henry Avery en zijn 400 miljoen in juwelen naar goud is inmiddels een slaapliedje voor mij geworden. Denk je echt dat je hem kunt vinden? Als ik de kans zou krijgen? Absoluut. Ambitie. Wat zei Avery ook alweer? Ik ben een man van fortuin en daarom zoek ik mijn fortuin. Een man naar mijn hart. Wat is dit dan? Dit is de kans van je leven. Señor Alcázar, un gusto verlo. Oh shit. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Klaar om op zoek te gaan naar je fortuin? Ja. Vámonos. Oh my god. We gaan denk ik nu ontsnappen. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. We hebben geluk, denk ik, dat we bij hem in de cel zitten. Samuel, loop door. We hebben niet veel tijd. Jezus Christus. Pedazo de mierda. Ponte de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Het zijn allemaal sadisten. We doen de wereld een plezier, hè. Hier. Ik zal hem nodig hebben. Ja. Thanks, man. Ja, zo ongeveer wel. Todas las puertas. Hector. Niet doen. Of we krijgen hier een totale opstand. Inderdaad. Háganlo. Met mijn mensen. Oh, shit. Laten we gaan. Yes, dikke headshot. Wow! Samuel, kijk, dit is ons verhaal. Die lucht gaat ons. Ga van me af! Lucht uit, hond! Dank je! Shit, man! Klootzak dat hij is. Zie je? Helemaal volgens plan. Ja, ik zie het. Oké, okay, wat nu? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, zoek snel dekking. Wat? Waarom? Doe nou maar. Oh my gosh! Ik schrok me dood. Ja, alles oké. Okay. Señor Alcázar. Thank you.
Ontsnap, jongens! Ontsnap! Auw! Lekker! Oh, ik dacht dat het een agent was. Oh shit! Zo. Wow. Lekker. Headshot! Ja, hier zit er eentje. Shit! Lekker voor je. Pak er vast even wapens voor de zekerheid. Oh, zitten er nog een paar gasten. Ah, hier is zo dus, hè. Huppatee, dik headshot. Samuel, blijf daar. Oh, ik dacht, gaat hij nou piepen, dacht ik. Oké, deze heeft betere wapens. Wegwezen uit de gevangenis! Wow, kutzooi! Oh my god! Domme! Dit is een verschrikkelijke buurt. Kutbuurt. Auwe. Hier, Samuel, drink. Oh nee, het is goed. Zelfs beter dan goed. Je bent uitgedroogd.
Vooruit, drink. Dank je. Zo. En wat gaat Samuel Drake nu doen? Jezus, wat ik ga doen. Ik ga eerst in bad. Dan slapen in een echt bed. Misschien met een lekker warm lichaam naast me. En mijn broer zoeken. Dat lijkt me een behoorlijk goede start. Ja, zeker. Dus, hoe lang denk je dat je nodig hebt voor het ophalen van Everys gaat? Ik weet het niet. Ik moet eerst naar huis en dan ga ik verder zoeken. Hoe lang? Dat kan ik pas zeggen als ik ben begonnen. Je zei dat je wist waar hij is. Ja, dat klopt. Oké, maar luister, het is niet alsof Avery een kaart met een groot rood kruis erop achterliet, oké? Maar ik heb wel een paar ideeën. Dit de kassiertje. Oh, oké. Wacht nou even. Nee. Hé, hey, rustig nou! Huh? Ik mag je, Samuel. Belangrijker nog, ik geloofde je. Daarom ben jij hier. Ik haal hem echt, oké? Het kost alleen wat tijd. Dame Opuchio. Weet je, het probleem is, er spoken allemaal twijfels rond in mijn hoofd. Hector, luister naar me. Ik ga hem vinden. Ik zweer het. Hoe lang? 6 maanden. Mensen zijn lui. Ze willen altijd meer tijd hebben dan echt nodig is. 3 maanden. 3 maanden is al wat. 3 maanden. Helft van de schat. Kun je dat doen? Zeg het. 3 maanden. Helft van de schat. Goed. Als je vlucht, of de schat ergens verstopt, of je doet echt iets heel doms, zoals naar de politie gaan, zal ik het weten. En als je het dan niet verwacht, ben ik er ineens. Dan zul je zien dat je naar de dood kunt verlangen. Hier. Kom op. Nou, de bewoonde wereld is 10 kilometer die kant op, richting zonsopgang. Weer een tijdje geleden dat we de zonsopgang zagen. Vamos. Als ik hem vind. Wat dan? Wees niet bang. Als het zover is, dan weet ik je te vinden. Buena suerte, Samuel. Oké. Dus, elke zaak laat me gaan. Hier zijn we dan. Dat klinkt niet best. Nee, we gaan gewoon weer door met het spoor dat we volgden. Sorry, spoor? Sam, er is geen spoor. Toen ik met Rafe was ontsnapt, heeft hij met het geld van zijn ouders het land gekocht rond de Sint-Dismas-kathedraal. We hebben daar alles uitgekampt. Avery's schat ligt daar niet. Niet dat Rafe dat iets kon schelen. Die imbecile is al jaren aan het graven en nog steeds heeft hij niets gevonden. Dat verbaast me niks. Waar heb je het over? Nou, ik heb gewoon zelf ook een beetje graafwerk verricht. En ik weet zeker dat Rafe dit niet heeft. Ongelooflijk wat je tegenwoordig allemaal op het internet kunt vinden. Het is gewoon het Sint-Dismas kruis. Oh echt, want die waren gevonden pas kapot een hol, herinner ik me. Jezus, hij is nog heel. Avery heeft meer kruisen gemaakt. Dus wat ontbreekt in die van Panama? Zit dan misschien nog wel in deze? Mm-hmm. Oké dan. Waar is deze? Oh, dit buitengewone stuk wordt straks geveild over 3 dagen op het Rossi Estate. Het Rossi Estate? Oh, je kent het. Ja. Hoe wil je een uitnodiging in handen krijgen voor een exclusieve, zwaar bewaakte zwarte marktveiling? Nou ja,
hoeft niet noodzakelijk een uitnodiging te hebben, per se. Ja. En met welk geld wil je al die rijke stinkers dan overbieden? Als ik een tweede hypotheek op mijn huis neem, is dat dan steeds niet genoeg om ze... Ja, je gaat hem proberen te stelen. Nee. Wij samen. Ja, dus. Oh, nee. Nee, man, luister, dat gaat niet. Dat doe ik niet meer. Wat? Nee, ik doe dat soort dingen gewoon niet meer. Trouwens, er zijn genoeg andere gasten die veel beter geschikt zijn om dit soort dingen te doen. Wie dan? Nou, gewoon, zoals... Jezus. Wie dan ook? Charlie Cutter? Nee. Hij is de eerste die ik vraag voor dit soort dingen. Absoluut niet. Ik vertrouw Charlie of wie er dan ook in die telefoon van je staat niet met mijn leven, oké? Ik heb echt jou nodig. Sam, er moet een andere manier zijn. Niet met de tijd die ik er nog voor heb. En zeker niet met Alcazar. Hey, schat, met mij. Ja, luister, dit geloof je niet. James komt hier net binnenlopen met de vergunningen. Ja. Ja, ik weet het. Maar ik moet dat project in Maleisië dus toch doen. Zo, dus een groot gebouw. Zie je al iets? Alleen een paar gevaarlijke criminelen die zich hebben opgedoft voor het bal. En nog geen spoor van Sullivan. We kunnen nog wel even wachten. Zo te zien is de opslagruimte in het gebouw achter het landhuis. Kun je het zien van daarboven? Alleen de bovenkant. Oh, ik ben benieuwd wat ze daar allemaal verstopt hebben. Nou, laten we ons focussen op Avery's kruis, oké? Nou, weet je zeker dat je niks leuks wil meenemen voor de vrouw? Heel leuk. Houd maar simpel, ja? Juist, simpel. Het zou nog veel simpeler zijn als wij met z'n tweeën waren. Sam. We hadden al lang binnen kunnen zijn. Ja, niet ongezien. Heb je eigenlijk al nagedacht over een backup plan als Sullivan terugkrabbelt? Nee, want dat doet hij niet. Of als hij gepakt wordt? Hij kent de mensen die het organiseren. Hij lult zich er gewoon in, gaat naar boven, ontgrendelt het raam en we zijn binnen. Kan echt niet misgaan. Oké, goed. Ga je gang, zeg dan. Wat als hij het kruis voor zichzelf stelt? Dat flikt hij echt niet. Victor Sullivan, we hebben het over dezelfde, hè? Ja, hij heeft wel eens iemand genaaid, maar ons niet. Nee, jou niet. Ik weet dat jullie niet de beste vriendjes zijn. Een understatement. Maar ik vertrouw hem, oké? Hij is familie. Nee, luister. Ik wil dat je me ook vertrouwt. Goed. Hij regelt het voor ons. Uiteindelijk. Geef toe. Je hebt toch op zijn minst wel 1 seconde rekening gehouden? Daar. Zie je? Vertrouwen. Dory, je hebt even gelijk. Haal je wel je smoking schoon? Dank je. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe vast van allemaal een keihard bladduimpje omhoog. En laat even in de reacties weten wat je van de video vindt. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. In ieder geval Lego Plays, het zou super tof zijn. En we gaan de volgende aflevering, gaan we volgens mij een kruisbeeld stelen. Ik weet nog niet hoe. Maar dat zie je vanzelf wel in de vorige volgende video. Maar hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Later!